In deze keurige Haagse villa heeft Bananensplit voor vandaag het kantoor van Ed Nijpels gesitueerd. Hij heeft een klusje te doen en belt daarvoor een handige klusjesman. Deze kast moet van planken worden voorzien en dat valt vandaag nog helemaal niet mee. Want sluwe Ed zet een Bananensplit-medewerker in de kast. En die kan nu bewegen. Laat de eerste klusjesman, Sander genaamd, maar komen. Je bent door Kees aanbevolen. Ja. Het is heel simpel. Ja. Twee lange planken, zes planken, die zijn precies, die moeten alleen op maat gedraagd worden. Ja. En die moeten ertussen. Dat is het. Hé, hey, succes. Ja, dat komt helemaal goed. Ik breng straks even koffie. Ja. Oké. Okay. Dank u wel, hoor. Nou, hey mannen, succes. Ja, dank u wel. En die mannen zijn Peter en Donnie. Oftewel, Buurman en Buurman. Peter kent Nijpels nog wel. Nou ja, zeg. Hoe is het als je kent? Dat is het. Ik heb vaak zo'n televisie nog gezien in mijn jonge jaren. Peter zorgt voor zijn eigen arbeidsvitamine. Zo hoort het, hè? Maatje meet, baasie zaagt. Hoe gaat het met die aardige Sander? Hij staat in heel Den Haag bekend om zijn nauwkeurigheid en om zijn onuitputtelijke geduld. Luxe tijd vandaag. Stroopwafel. Was ik vergeten? Dank u wel. Hartstikke goed. Nu neemt Basie de maat. Dat schaapt uit zichzelf gewoon een keer 5 centimeter op. Ja. Is dat de zaak? Ja, dan kan er ondertussen gelaagd. Dat heb je gezien. Daar komt Janneke, altijd belangstellend en meelevend. Het lijkt wel alsof het gek wordt. Meen serieus. Het zal mij leggen hoor. Maar ik meet 6 keer die kast op en ik heb 6 keer een andere maat. Wil je van mijn kast verbeteren? Ja, ik... Ja, het lijkt alsof het helemaal gestorven was. Doe rustig. Je lijkt wel... Ja, hier. 72. Ja. 79. Nou goed, ik zag geen andere dag. Nee. Alleen als ik 7 ja. En die maat die verspringt. En waarom? Het lijkt alsof er iemand in zit. Ik weet het niet. Ik ga een glaasje water voor je halen. Nou, neem even een korte pauze. En ik ben zo bij je terug. Nou, daarom. Ik begrijp van Janneke dat er problemen zijn, Sander? Ja, zonder gekheid, meneer Nijpels. Ik denk dat ik hier stapel gek sta worden. Nee, toch? Hallo? Ik meet 6 keer die kast op. Ja. En ik heb 6 keer een andere maat. Dat is van de gek. Laat me eens... Dat kan toch niet? Nee, maar... Nee. Dit is?
82. En Janneke die stond hier net en toen was hij nog 79. Dat kan niet. Dus in die 3 minuten is hij weer 2 centimeter. Maar Janneke heeft niet goed gekeken of jij hebt niet goed gekeken? Nou, ik ben niet gek. Ja. Ik hoor helemaal geen dat gek ondertussen. Moet jij niet aanwezig, hè? Ik vind het wel. Ik zal het doen. Hey jongens, kom een handje helpen. Zie je dat je in de maling wordt genomen? Wat is dit nou? Zal ik je vertellen? Dat is bananensplit, kijk. Met alle respect. Ik wil het heel graag voor u doen, maar ja? Hoe kan ik nou een plank afzagen die binnen 2 minuten van maat verandert? En als je je baas bellen, ik wil die helpen? Nou, ik wil best Kees bellen om te zeggen dat ik helemaal gek sta te worden hier. Hoor. Maar... Nou, bel Kees dan maar. Ja, wat denk je nou? Ik luister. Er moeten 6 planken in. Ja? Ik meet die maat. Ja, want het is voor meneer Nijpels. Dus ik denk, hè, dan moet ik even mijn beheerst, even op mijn gemakkie, goed kijken, goed meten. Meten is weten, je kent het toch? Dus ik meet die kast 4 keer op. 74 alles en 75. Dus ik begin te zagen. Ik zaag die bank, hij past niet. Ik denk, what the fuck? Ik denk, godverdomme, ik ben niet wakker. Het was opeens 70, dus ik zag hem af op 70. Kom terug bij die kast, is hij 80. Of ik word gek, of ik word in de zij genomen. Leier, ik had hem want ik heb niet... Het gaat er niet, Pik. Ik sta hier straks 85 planten te verzagen die niet passen. Oh, man. Ik denk